Je krijgt het nieuws bij de Sound of Harlem. Tune in op je radio, ervaren nieuwtjes, weetjes, daar met muziek. Met een week rap freestyle aan op een beat. Dit is de sound of the city, de sound of the stad, de sound of the 023, yo, what's up? De sound van de muggen, je hoort het gelijk. Dit is de sound of Harlem, met Rink op de mic. Je krijgt het nieuws bij de Sound of Harlem. Tune in op je radio, ervaren nieuwtjes, weetjes, daar met muziek. Met een week rap freestyle aan op een beat. Yes, dan gaan we de freestyle met Uno Hermano dus. Zet hem maar lekker hard op dit, hoor. De ja. Kunstlijn. Ja. Dat is deze week in Haarlem. De kunstlijn, de kunstlijn, yeah. De kunstlijn die is bezig. Mensen willen leven in space, ze willen eventjes alle schilderijen tentoonstellen. Ik moet je wat vertellen, die schilderijen zijn die zangers, man, dat zijn geen rellen. Ik zeg je mannen inderdaad, hey. En die gays die denken van deze shit is waar oké. We moeten die shit promoten en ik zeg okay, dat is sowieso dope, man, doe het okay. En iedereen die kan zijn shit daar promoten. Heb je kunst, heb je schilderijen, man, niet kloten. Daar zo is het okay, ik zeg het, man, het slijt. Het is een organisatie daar en dat is één feit. Allemaal voor alle en allemaal voor één. En geen ruzies en geen discussies, waar gaat het heen? Dus zolang zij dit doen is alles freaking chill. En dan krijgt iedereen maar wat hij wil. De kunstlijn, hij is freaking vandaag. En morgen ook en dan is de standaard te weten aan. Dus kom je er even naartoe, checken wat er daar zo is. Morgen is het ook nog aan en die shit is niet niks te dussen. Wie is erbij betrokken? Ik weet niet. Maar kom ik daar zo kijken? Ik weet niet. Ben ik weefiek? Mijn naam is de Lazy. Sowieso is het de dope shit, want je weet. Ik heb er niet eens van gehoord, maar nu lees ik het op het internet. Fucking tof, yo. Dus ik ga checken, ben je daar ook bij? Je geeft hem de volgende topic naar mij, aan mij, ja. Het idee van het straatjournaal. Het straatjournaal, shit, dat was daar kabaal. Ik zeg je inderdaad, man, ik doe het. En alle rijke mensen die betaalden voor de couverts. Van de arme mensen, van de zwervers daar. Zo kon iedereen eten en daar was er geen gevaar. Snap je, dat was de chill en iedereen had te eten. Niemand die moest op de street, liep die overleven. Snap je, zo chill, snap je, dat is de deal. Iedereen die wilde chillen, was de deal. Man, ik ben nu aan het lopen. Moet ik daarheen gaan om een lekkere burger met z'n allen daar zo te kopen? Ik weet het niet, het is voorbij. Maar ik las op het internet, iedereen daar was blij. Iedereen daar was chill, iedereen was rijk. Maar alles werd gedeeld, dus er was geen eens spijt. Snap je, fuck it. Heb je nog een eentje voor mij? Want Rob Akda was daar niet aanwezig, dat weet je toch, kijk. De voorronde van de Rob Akda, ik was er vorig jaar bij. Maar die prijs ging niet naar mij, snap je, maar ik heb wel een keertje dat zo gewonnen, derde prijs. Nu gaat die over naar Babushka, dat is nice. Hij heeft die prijs gepakt, de pop, En daar zo iedereen die vindt de freaking top, snap je? Geef hem de box als ik hem daar zie. Wat muzikanten in de Haarlem en dat is what we need, snap je? En ik had daar zo bij willen zijn. Hoorde dat de hele zaal sprong, up and jump down. Snap je? Ik ben nu naar de grote main. Rob Akda Awards, dat is sowieso dopamine. Krijg je dikke prijzen. Kan je optreden op bevrijdingspop en dan ben je sowieso de nijste. Snap je? Ik weet niet of ze winnen gaan. Maar als ik daar zo naar binnen ga, weet ik dat die met die zinnen staan. Zijn de rappers daar aanwezig? Ik weet niet. Dit was de Vriezer van de week, G. Lazy. Yeah!